De voorzitter van de Surinaamse politiebond, Milando Atumpai, concludeert dat het beeld dat er binnen het korps bestond, is veranderd. De tijd is aangebroken dat duidelijk tot uiting komt dat mensen binnen de organisatie carrière kunnen maken. Atumpai sprak vandaag tijdens de bevordering van een aantal functionarissen bij de politieacademie. De politiebondvoorzitter hield de collega's voor dat zij niet alleen staan en vooral zullen worden bijgestaan door de vakorganisatie. Vandaag is een hele mooie dag. Mooi, omdat ik gezichten onder de 40 zie die onderinspecteur zullen ook, die brigadier zullen worden. Het is mooi, heel mooi ook om dat te zien. Omdat we een ander beeld gewend zijn van als je op een bureau gaat, dat eerder de matak inspect, dan zoek je naar iemand van de 50. Je bent op een bureau, je hoort briga, dan zoek je ook naar iemand in de 50, iemand van de 45. Maar vanwege de vernieuwingsgedachte is het nu weer wel iets anders. We hebben nu mensen hier die onderinspecteur zullen worden, die 32, 33 zijn. Mensen in de 33 die brigadier zullen worden. En laat niemand je komen zeggen, ze hebben iets voor je gedaan. Ze hebben gewoon niets voor je gedaan. Want daarvoor bent u bij de politie gekomen. U bent gekomen om te groeien. Atumpai stelt dat de politiek vele zaken binnen het korps bemoeilijkt. Waarnemend korpschef Ruben Kensen meent dat het moment een bekroning is voor al het harde werk dat zij hebben verzet. Ik maak gebruik van de gelegenheid om u erop te wijzen dat met deze bevordering u niet alleen carrière heeft gemaakt, doch dat uw verantwoordelijkheden zijn gestegen. De gemeenschap heeft dat nodig. Wij zullen met z'n allen harder moeten werken om het volk naar tevredenheid dienstbaar te zijn. Daarom vraag ik aan u steeds, zoals de voorschriften dat opleggen, altijd correct te blijven. Draag het korps steeds trots en met opgeheven positief uit. Ziet u dit beroep als een nobele roeping en zoekt in uw dienstbaarheid naar het gevoel van behagen. Kensen zegt verder dat de huidige korpsleiding niet zal rusten totdat alle rechtspositionele belangen van de collega's zijn behartigd. De politiebaas zegt trots te zijn op de agenten en deed op hen een oproep integer te blijven. In totaal werden er 321 politieambtenaren bevorderd in een naast hogere rang.